Beste kijkers, welkom om bij een nieuwe vlog. Ik ben momenteel op sportpark van VV Herpinia en nee, ik ga vandaag niet voetballen. Ik ben onderweg naar een partner van het Osse Sportakkoord genaamd de June Games. En deze obstacle runners hebben hier een eigen trainingslocatie en misschien gaan ze mijzelf ook nog wel aan het werk zetten. Ik sta hier met Martijn en Martijn, kun je mij precies vertellen waar we precies zijn? Ja, natuurlijk Justin. Welkom trouwens vanavond hier op het obstakelpark van de June Games. Onze trots, zeg maar, waar we afgelopen maanden heel hard aan gebouwd hebben. En de eerste aanzet is gemaakt. Je ziet achter mij al een aantal mensen klimmen. En we hopen jou even mee te nemen hier op het obstakelpark. Kun je mij wat dingen laten zien en misschien mijzelf ook een beetje aan het werk zetten? Uiteraard, daar zijn we hier voor. Oké. Martijn, ik zie jullie hier aan het werk. Ik denk dat het tijd is om zelf even aan de gang te gaan. Welke tip heb je voor mij? Nou, sowieso wat je hier ziet, hè, wat ik net al zei, zijn de installage waar het met name aankomt op kracht en het slingeren, zeg maar. Het zogenaamde apenslingeren, oftewel de monkey bars die hier net achter mij voorbij ziet komen. Wat we gaan doen, we gaan eventjes stapsgewijs het een aan de opbouwen. Dadelijk eerst de monkey bar doen, het even overpakken en slingerend van het ene naar het andere sport gaan. En daarna maken we het moeilijker met andere elementen. Je helpt me wel een beetje, hoop ik toch? Ja, tuurlijk, ik vang je op. Komt goed. Martijn, je hebt me goed aan het werk gezet. Hoe deed ik het? Ja, voor een eerste keer niet slecht, Justin. Het viel wel tegen, hoor. Ja, en dat was me goed ook. Wij ondervinden dat al jarenlang dat het tegenvalt. Het is gewoon leuk om te doen. Ik hoop dat je dat mee hebt gemaakt. Absoluut. Heel technisch. Echt wel anders dan alleen maar kracht. Wil jij het nou ook checken? Dan kom vooral naar ons. Check onze Facebookpagina. Neem contact op en hopen jullie snel hier een keer te ontmoeten. Ik ben zeker enthousiast. Martijn, dankjewel. En jullie tot de volgende vlog. Hoi!